aan het begin van het seizoen hadden we niet gedacht dat we dus met dit hele jonge team bovenaan zouden eindigen. De eerste vier was al heel mooi geweest, maar de apotheose is geweldig. Excelsior!
Luc van Troost, voorzitter van Excelsior 20. Vanmiddag landskampioen geworden tegen Dorsti. Hoe is het met je? Ja, ik ben enorm trots. Ja, dit hadden we nooit kunnen bedenken voor het seizoen. En nu staan we hier gewoon met die landstitel. Ja, ik besef het nog niet heel goed. Hoe heb je de wedstrijd beleefd, Luc? Nou ja, heel gespannen. Ik was blij dat we eerst gingen betten. Ik dacht wel, rust op het bord is belangrijk in finales. Ja, die jongens deden heel goed, 211. En dan, ja, dan zit je in de wedstrijd. En dan, ja, die van Zijl, die krijgen we niet uit. Dus dan wordt het nog wel heel spannend. En toen we hem pakten, ja, toen ja, dat was een bevrijding. Lagen er twee draaiboeken klaar voor vanmiddag? Feest en uitstel van het feest? Nou, heel eerlijk gezegd hadden we maar één draaiboek. Dat was feest vanavond. Dus ik ben blij dat het zo gaat lopen. Want ik had niet moeten denken dat we morgen dit weer helemaal hadden moeten optuigen. Ja. Wat betekent dit voor dat jonge team, Luc? Ja, heel veel. Heel veel. Heel eerlijk gezegd vind ik het eigenlijk nog twee jaar te vroeg. Hè? Want we moeten ervoor waken dat ze niet naast de schoenen gaan lopen. Het is echt een jonge groep die ook nog wel absoluut wat tegenslag gaat krijgen. Maar ja, dat het erin zit, dat wisten we. Dat wisten we. Maar dat het er nu uitkomt, dat hadden we niet kunnen bedenken. Hoe beleef jij persoonlijk zo'n wedstrijd? Vangballen die er net doorheen vallen, die niet gevangen worden. Ja, dat hoort bij het spel. Sterf je dan duizend doden, zoals het heet? Ja, absoluut. Ja, je kan beter op het veld staan dan buiten het veld. Weet je, ik ben bezig met dingen te regelen en zo. En als speler kan je gewoon lekker spelen en heb je er grip op. Maar je hebt natuurlijk totaal geen grip op die wedstrijd. Hey, ik zou zeggen vanavond helemaal losgaan. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Topprestatie. Ja, absoluut. Ja, trots op de jongens. Zeker. Ja. Oké. En daar gaan we. Excelsior 20 krintige kampioen. Koos Gauka. Koos, wat ging er door je heen? Heel veel, Jan-Willem. Want aan het begin van het seizoen hadden we niet gedacht dat we dus met dit hele jonge team bovenaan zouden eindigen. De eerste vier was al heel mooi geweest, maar de apotheose is geweldig. Wat vond je het voor een wedstrijd? Wij zaten te rillen van spanning. Een wedstrijd met wisselende kansen, want Dorsti kwam op 30-4. Toen dachten we, het is gebeurd. Toen werd Van Zijl niet gegeven, de eerste bal of tweede bal, was uit. En die maken een standje met z'n tweeën van 110 runs. En toen dacht ik, nou, die jongens gaan het simpel uittikken. En een drankpauze was waarschijnlijk concentratiegebrek. En die was gelijk uit daarna. En toen zag ik het wel zitten. Koos, achter worden toespraken gehouden. Ga ervan genieten. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Daar gaan we gauw van genieten. Bedankt, hè. Wij zijn Loek TV. Wij zijn jouw stad.